Een beroemde kaasproducent eh, zeg maar, van de regio Food Valley. Het kern van het product Food Zeker, Valley. Ja. ja, precies. Hartstikke leuk. Wij hebben net gehoord hoe je kaas maakt. Maar die komt van uh, Jersey koeien die jullie hebben. Hè? Zoals je toen net al zei. Um, Zeker. Kun je daar eens iets over vertellen, over die koeien? Hoe dat je dat allemaal doet? Um, nou ja, ons uh, bedrijf, de grote F forge uh, ja die is al uh, vanaf uh, 1600 uh, dat woont is, onze familie al op die plek 1600 ja. dat is een tijdje geleden ja. zeker um, en mijn opa die is eigenlijk begonnen met de jersey koe um, hij had hem, kwam hem tegen in, een, uh, in Amerika uh, en, uh, nou hij vond eigenlijk gewoon een een leuke koe hij werd wel een beetje een beetje verliefd op het dier en uh, toen heeft hij hem dus naast uh, de Holsteiners die die uh, die hij al had, uh, is die ook Jersey koeien gaan houden. Uh, mijn vader die deelde die liefde en die, uh, die is er eigenlijk mee doorgegaan. Die heeft op een gegeven moment alle, alle Holsteiners te langzaam uh, uitgewer... uitgefaseerd. Uh, ja, ja, uitgefaseerd, zeker. En uh, die, is, die is eigenlijk, uh, mijn vader die is, uh, die is kaas gaan maken ongeveer 25 jaar geleden. Uh, daar zijn we nu 20 jaar biologisch van en uh, 10 jaar volledig antibiotica vrij. Al onze dieren zijn ook, uh, ook gehoornd. En, uh, gehoornd? Gehoornd, ja gehoorde dieren. Uh, elke koe heeft eigenlijk horens. Ja. Uh, wat veel voorkomt in de veehouderij is dat de dieren onthoornd worden omdat ze anders uh, uh, ja, elkaar uh, aanvallen. En uh, dat je dan meer, uh, meer ruimte moet geven aan de dieren. Dus dan is het minder efficiënt. Wij hebben ervoor gekozen om die horens uh, wel te houden, want ja... Te het, jongek. Ja het, het ja, het maakt hem completer. Maar uh, ja, dan hangt natuurlijk ook al je prijskaartje aan. Want dan moet je dus wel weer een, een grotere stal... We hebben ook een nieuwe stal moeten bouwen. Om dus die horens op die dieren te kunnen houden. Oké, okay, nieuwe stal. Ja, ja. En wat voor stal is dat dan? Uh, we hebben gekozen voor een, een ronde potstal. Uh, nou ja, rond zegt het al. En, en een potstal, dat is eigenlijk dat de dieren op stro lopen... En uh, rond zodat de dieren eigenlijk nooit in een hoek gedreven kunnen worden. En altijd hun altijd uitweg kunnen vinden. En uh, wat doe je? Hoe lang geven ze melk? Uh, als een dier is, heeft uh, afgekalfd, dan, uh, dan geeft hij uh, tien maanden melk. Oké. Okay. Ja. En dan hoe lang hou je een koe? Nou ja, of tien maanden minder. Even uh, kijken. Het uh, ligt eraan hoe, hoe, hoeveel uh, die. Uh, uh, hoeveel die produceert natuurlijk, ja, maar, uh, nou ja, er zijn uh, een hoop koeien die je toch wel de tien jaar uh, wel halen. Tien ja. jaar en dan? Ja, dan gaat hij naar de slacht. Ja. Ja. Okay. ja, ja. het is niet anders, maar dat zijn dan wel hele lekkere stukjes vlees, neem ik aan. Ja, onze dieren zijn uh, voeren we zoveel mogelijk pensgericht. Uh, dat wil zeggen, uh, geen maïs, geen soja, uh, zoveel mogelijk uh, gras en een beetje granen voor de energie. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt Moby met Run On.